Hallo, mijn naam is Frank van Geffen, sales manager bij VCare. U heeft via de probeerservice van VCare een kussen aangevraagd. En als u dat niet heeft gedaan, dan adviseer ik u om het toch zo snel mogelijk te doen. Het kussen bevalt u goed. En nu, hoe kom ik nou aan mijn kussen? Als u rolstoelgebonden bent, moet u uw kussen aanvragen via de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daar heeft u ook uw rolstoel waarschijnlijk van gekregen. Dat verzoek dient u in bij de WMO en hun beoordelen of het wel of niet doorgaat. Indien u PGP heeft, dan heeft u zelf de regie uiteraard in handen en kunt u zelf actie ondernemen. U bent rolstoelgebonden en u zit in een instelling. Daar ligt het weer wat anders, dan valt het onder de wet langdurige zorg. De instelling is verantwoordelijk voor het kussen. Dat gaat via een ergotherapie of fysiotherapie van die instelling. Daar moet het verzoek naartoe gaan. Hun beoordelen dat. Bent u nou niet rolstoelgebonden, dan loopt de aanvraag via een zorgverzekeraar afhankelijk van uw pakket. Neem in ieder geval voor de zorgverzekeraars contact op met uw verzekering om te overleggen van hoe het allemaal geregeld is bij deze zorgverzekering voor u. VCare, de probeerservice. Komt via zo'n doos, deze doos van VCare, sturen wij de kussen naar u op. Kunt u 3 weken later uitproberen. En in die 3 weken kunt u kiezen voor een optimale zitpositie met een VCare kussen. Heeft u vragen rondom kussens, vragen rondom VCare, bel ons, mail ons of ga via social media, via Facebook naar ons toekomen. Neem contact met ons op en wij willen u graag te woord staan om goede uitleg te geven over dit soort hoogwaardige producten.